Dat is het. Dat is voor ons. Maar ik ook, deze wel. Als we nu terugkijken waar wij een jaar voor geleden mee bezig waren, is echt wel ongelooflijk. Ja, het is echt keisnel gegaan. Het gebeurde ook wel eens dat we werden gevraagd om te spelen op verjaardagsfeesten of zo van vrienden en familie. Zo hebben we ook nog eens opgetreden op de trouwverjaardag van mijn ouders voor alle vrienden en alle familie. Doen we altijd een soundcheck. Het dient zo voor dat je door een box kunt horen of dat alles goed is, de stem nog wel luider, gitaar. Zo, ja, dat je ook samen wat speelt om te zien dat alles goed klinkt. Toen we aan het soundchecken waren, is de groep die na ons zou spelen op het feest, Takeover, ook nog even langs geweest. En die hebben samen met ons toen ook even gesoundcheckt en we hebben met hen Highway to Hell gespeeld. Dat was echt heel tof om te doen. We vinden dat echt een graaf nummer, omdat dat, ja, dat is echt zo rock. En dat is zo live te spelen, echt zo van een bak geven. Dus dat is al. We hebben toen de setlist lichtjes gewijzigd. Speciaal omdat die 20 jaar getrouwd zijn, hebben wij een liedje, gaan wij een liedje brengen van ons papa, zijn lievelingsartiest. We hebben toen wel de tekst een beetje aangepast. Want we hebben in het refrein Peter, omdat de papa van Thomas is Peter heet. Hoort een bieber die helemaal niet geraakt is, hebben wij dat gespeeld om hem een beetje te pesten. We hebben deze zomer ook wel wat straatoptredens gedaan. We wouden dat de mensen ons een beetje leerden kennen, omdat we, ja, nieuw waren. Ze kan zo lekker lopen, ze kan zo lekker kopen, ze kan dat wat ik wil dat ze kan. En dat is eigenlijk wel leuk, want gewoon, ja, chill, cajon en een paar akoestische gitaren en gewoon... Zo'n akoestisch feestje. Ja, dat is leuk. Maria, Maria, ik hou van jou. Voor jou sta ik uren in de kou. We zijn niet echt zenuwachtig als wij zo'n straatoptreden doen. We pakken gewoon gitaar, pluggen in en we spelen en we zien wel... Het is sowieso veel minder stressen, ja, als een gewoon alleen echt optreden. Zo, want dat is gewoon chill op straat. Je ziet wel hoeveel volk er staat. Het is eigenlijk een beetje een kleine repetitie. Ja. Je krijgt ook soms wel van die rare blikken. Mensen die denken, wat gebeurt er? Straatoptreden kiezen we eigenlijk aan de gezelligheid en ja, aan het aantal mensen die er zijn. Oké, we zitten al hier. Toen in Oostaankerken was er wel veel volk. Zo begin viel dat mee, maar dan zo echt tegen het einde was er komt altijd meer bij. Ik was bij
dan ook altijd zo onze noot met die kaartjes daarin, banditkaartjes. En daarin leggen de mensen dan zo wat geld. En per optreden is dat toch wel ja, 70 euro, ja. 60, 70 toch. Dan verdelen we dat zo op het einde van een tour. Ja, we waren uitgenodigd op een kamp van de Giro. En ja, je zag dat dat daar vol een ambiance was. Ze hadden ook spandoeken gemaakt met bandits. En ik denk echt dat ze waren een ongelooflijk luid publiek. Ze waren echt... Ja, heel leuk. En ze waren met mannen fertig, maar ze klonken wel alsof ze met veel waren. En er was ook een keigroot kampvuur. Ik denk echt wel 7 meter. Nee, 6,7. Zie, maar dat is geen kampje, dat is een brandstapel. Wow! Zijn jullie al een beetje wakker? Ja, ja! Ik denk dat dat luider kan. Fantastisch. Het was wel wat heavy, hè? Ja, ik denk dat zij alles hebben meegezongen. Ja. Wat wij daar gespeeld hebben. Gehoorde ons ook bijna niet. Stop, stop, hou het mee op. Alle dingen die je zegt, spoken door mijn kop. We hebben daar ook zo'n rustigere set gebracht, zo'n kampvuursfeerje, dat iedereen zo wat kan chillen en zo. Ja, dat was wel plezant. Eigenlijk was dat echt wel leuk om te doen. We hebben daar echt ook wel een leuk gevoel aan overgehouden, met al die enthousiaste meisjes, want echt, alleen. Die hebben alles meegezongen, die waren super enthousiast, dus dat was echt tof om te kunnen. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside your hands, but you played it to the beat. En toen heb jij nog je naam op een meisje naar buiten geschreven. Ja. Met Halloween mochten we naar Bobby Aland om te gaan spelen op het grote podium zo van Fest. Het was zo'n een Halloween nocturnus, of hoe noemden we dat? Hallo. Hi guys. Jullie mogen meekomen naar Sean en Aline waren er natuurlijk ook. Pas griezelig. Ik zie jullie zitten. Ja. Ja. Maar vrouwen is gewoon beter, hè? Kan alleen niet goed praten. Nee, wat dan lukken om te zeggen? Annie, kom hè. Zo mooi. Precies een geit. Ja. Het is maar één keer Halloween, hè? Ja. Dan moeten de mannen wat meer zingen, hè? Ja. Dit is wel. Ik heb je chains in schakel. Kom maar, mannen.
Ja, en jij ook. En we hebben nog cadeautjes. Ja, dank je. Iedereen lief, Thomas. Het is omdat de bandit zelf hun bandje hadden, vonden wij als bandita's dat wij ook voor, hem een, ja, voor hun een bandje moesten maken. Dus daarom hebben wij dus een bandje zoals dit voor hun laten maken met I Love Bandita's. I Love Bandita's. En dit is een woordje. Baby, come what may. Yeah, yeah, yeah. Oké, dat wordt een leuke zo in het Engels, hè? Ja, dat wordt goed.